Hoi, ik ben Lisa en welkom bij een nieuwe aflevering van Stem van de Stad. Wereldwijd krijgt 1/3 van de vrouwen te maken met gendergerelateerd geweld. Op straat, thuis, maar ook in de productieketens van onze alledaagse gebruiksvoorwerpen. Hoe bewust zijn de inwoners van Amsterdam zich van deze grootste mensenrechten schending ter wereld? How many women worldwide do you think experience gender-based violence in percentages? Percentages of women, I would say 100%. 25%? 47. Close to 100% would be my guess. Do you ever feel vulnerable based on your own gender in the everyday life? I kind of do sometimes, yeah. So I'm transgender. And since my transition, I do kind of feel sometimes a little bit at risk. No. On my gender, no. Oh, absolutely. Especially as a woman of color. Yeah, vaak wel. Vooral ook in Amsterdam. Eigenlijk zodra het donker wordt, vooral. Someone, you know. Ja, ik ben zelf non-binair, dus ik kom ook heel veel discriminatie tegen en zo. How do you think we can combat gender-based violence or maybe even prevent it? I would say, see everyone as your friend, as your sister, as somebody worth protecting. In mijn ervaring speelt het heel vaak onder cis mannen die dat doen. Die dat geweld initiëren. En dat begint dan met kleine grapjes ertegen of zo. En vooral bij dat soort dingen al gelijk aanspreken van hey, dit is echt niet oké dat je dit soort grapjes maakt. Want daar leidt het naar iets groters en dan krijg je dat sneeuwbaleffect, denk ik. I think it's a lot about spreading awareness. Lessen erover. Dat vind ik heel belangrijk. Ik merk ook op scholen dat er niet genoeg lessen gegeven worden over dat soort dingen.